هناك أشياء يصنعها بعض الناس، لكن هذه الأشياء التي يصنعها بعض الناس تأتي على خلاف ما اعتاد الناس. يعني لو رأينا إنسان الآن يدخل في هذه النار أو يأكل هذه النار، نعم، هذا شيء مخالف للعادة الذي عليه عادة الناس. نعم. Als iemand van dit vuur zou gaan eten of erin zou gaan met zijn hand of dergelijke, dit gaat het verstand, het gaat tegen het verstand in, tegen de gewoonte in van een mens. أو إنسان يطير في الهواء بيده مثلا. أو een persoon die ziet vliegen. هذه أشياء يسميها العلماء خوارق العادات، يعني أشياء تأتي على خلاف ما اعتاد الناس. Dit zijn handelingen die worden dus die vallen onder die term die de sheikh vermeldt. En het valt onder de, niet onder de gewoonte die de mensen kennen. Dus het is niet gewoon dat je iemand ziet vliegen of iets van vuur in de mond ziet steken. خوارق العادات أربعة. En deze zijn in vier categorieën onder te verdelen. الأول. De eerste. آية وهذه الآية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فقط. Een teken of een wonder. En deze geldt alleen voor de profeten. تدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. Dit steunt de waarachtigheid van de profeet sallallahu alaihi wasallam, de profeten. نعم. ولا يمكن أن يأتي أحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عندي آية. En het kan onmogelijk zo zijn dat er iemand na de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam met deze bewering komt, namelijk dat hij ook een wonder tot hem is gekomen. لأنه بهذا يكون كافر كفر أكبر وكاذب والله. Dan als hij zich hier aan schuldig maakt, dan heeft hij grote ongeloof begaan en hij heeft gelogen. الثاني. Tweede vorm. كرامة وتكون لأولياء الرحمن. يعني الله سبحانه يؤيد الله سبحانه وتعالى يؤيد أولياء. الكرامة. الكرامة يعني تأييد لهذا الولي. تأييد ونصرة من الله وتثبيت له. نعم. الكرامة is eigenlijk gelijk soort aan een teken, aan een wonder. Ik kan het niet anders vertellen dan als dat het ook een soort gelijk is als een wonder. En dit is de tweede categorie die ook op een profeet toekomt. الثالث. Het steunen van zijn profeetschap en waarachtigheid bevestigen. نعم. الثالث معجزة وفتنة وتكون لأولياء الشيطان. معجزة is een wonderbaarlijk iets. يعني يعجز عنها الناس. Ja, een wonderbaarlijk iets waar de mensen absoluut het is onmogelijk dat zij dat zouden kunnen doen. كما يصنع الدجال. Net zoals wat de Dajjal zou kunnen doen. يشق رجل نصفين ثم يعيده كما كان. Ja, hij slaat een persoon met zijn zwaard in tweeën en hij brengt hem terug zoals hij was. كيف نفرق بين التي تكون لأولياء الرحمن ولأولياء الشيطان؟ كيف؟ Hoe onderscheiden wij tussen deze vorm en de vorm die bij de duivels en de shayatin voorkomt of hoort? لابد أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما نفرق بين السماء والأرض. We dienen onderscheid te maken tussen de loyale aan Allah Azza wa Jal en de loyale aan de shaitan. Net zoals dat wij een onderscheid maken tussen de hemelen en de aarde. هذا الولي من أولياء الرحمن. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. لابد. Deze loyale persoon die loyaal is aan Allah Azza wa Jal en Allah de profeet, de sheikh, hij doet een smeekbede voor ons allemaal dat wij ook tot deze loyale behoren. Inshallah. لابد فيه من إيمان وتقوى. Deze persoon dient aan twee voorwaarden te voldoen. لا إيمان و Godsvrees. لا إيمان ولا تقوى ولا من أولياء الشيطان. Voldoet hij niet aan deze twee voorwaarden, dan valt dat wonder wat hij beweert zeg maar niet onder het wonder van de profeten, maar onder de wonder van de duivels. لا يصلي. Hij bidt niet. لا يصوم. Bijvoorbeeld, het is iemand die niet bidt en niet vast. لا يتطهر من بوله. En hij reinigt zich niet na het urineren. ينام بين القبور. Hij slaapt tussen de graven. يشرب الخمور. Hij drinkt alcohol. هذا ولي والله لا شك في ولايته. Hij is zeker loyaal en daar is over geen twijfel over. من أولياء الشيطان. Loyaal aan de duivel. الرابع. De vierde categorie. عكس هذه تسمى فضيحة. يعني. Het is een overgestelde van wat voorgaand genoemd is en het wordt بالمثال يتضح. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك بئر فيها ماء قليل. كان يوجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بئر فيها ماء قليل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا وبصق في هذا البئر وإذا بالماء يزيد. النبي صلى الله عليه وسلم verrichtte een smeekbede en sprenkelde spuugend in de put.
En het water vermeerderde zich. Musaylama al-Kadhdhab. Musaylama al-Kadhdhab is een bijnaam van iemand die van deze situatie zo meteen wordt verduidelijk. La yashuk muslim fi kadhib Musaylama no kafir kufr akbar. Er is geen moslim die twijfelt over het ongeloof en de leugenachtigheid van deze persoon, Musaylama al-Kadhdhab. Qalu lahu hadhi bi'r fiha ma qali anta nabi asra' kama sana' an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Absuq fi hadha al-bi'r hatta yazid al-ma. Dus wat de profeet Sallam, het wonder wat de profeet Sallam toekwam, werd voorgelegd aan hem door die moslim. Ze zeiden, jij beweert dat je een profeet bent. Doe dan hetzelfde als wat de profeet Sallam heeft gedaan. Qal kalimat tamtam, de kalimat lalalal kada, ubasak fil be'er. Hij deed de best dus en hij sprak wat leuzen uit en hij spuugde in de put. Jaff al be'er, dahab hatta al ma'al ladhi fil be'er dahab. Het droogte uit. كل من كذب على الله. Iedereen die liegt over Allah azza wa jalla. نسأل الله العافية والسلامة. Mag Allah ons behoeden. يفضح الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. Allah maakt hem ten schande in het wereldse alvorens het hierna moet. تصدق مع الله. Ben je waarachtig met Allah. ينصرك الله. والله Allah jou bijstand.